We denken allemaal dat het wisselen van de band heel moeilijk is, maar zo moeilijk is het eigenlijk niet. Ik vind het opdoen van eyeliner moeilijker dan het wisselen van de band. Ik ga je uitleggen hoe je binnen 10 minuten zelf je band kunt wisselen en dat is een stuk sneller dan dat de hulpdienst bij je is. Voor het wisselen van je reserveband heb je meestal één set aan onderdelen. De sleutel die op de wielen past, de krik en de slinger die daarin steekt en een sleepoog voor als je auto echt pech heeft en dan kun je afgesleept worden. Sommige auto's hebben één bout waar niet een zeskantje aan zit, maar een ander vormpje. Dan heb je een verloopstukje nodig die je er overheen schuift en daar zit dan een zeskant aan. En dan kun je de wielsleutel erop zetten. Wat ook handig is om erbij te hebben is een set handschoenen. Dan kun je nooit met vieze handen komen te zitten. Stap 1. Draai de bouten een klein stukje los. Die kunnen nogal vastzitten. Dus het kan zijn dat je er even op moet gaan staan. Stap 2. Zoek een plekje onder de auto waar je de krik onder kunt zetten en krik de auto omhoog zodat het wiel loskomt van de grond. En zorg voor een stabiele ondergrond, zet niet je krik in het gras of in het zand. Stap 3. Haal de bouten verder los en het wiel los en zet het wiel onder de auto, onder het randje, zodat mocht de krik wegschieten, de auto niet op zijn gat valt. Stap 4 is eigenlijk alles weer precies andersom weer terug. Dus we zetten nu het wiel erop en de bouten vast met de hand aan. Zet het wiel gelijk recht voor de boutgaten tegenaan dat de bouten er goed in gaan. En zet de bouten dan kruislinks vast. Stap 6. Haal je wiel weer onder de auto vandaan en de krik naar beneden. Stap 7. Zet de bouten nog een keer goed vast. Tadaa! Shit, ik ben de handschoenen vergeten. Doe ik ze alsnog aan. In de meeste modernere auto's zit geen reserveband meer, maar een soort compressor, een pompje om je band weer op te pompen. Die je dan aan de sigarettenaansluiter kunt aansteken. De ene kant sluit je aan op je ventiel. En de andere kant sluit je aan op je sigarettenaansteker. En waar zit die? Wij konden in eerste instantie deze auto niet vinden, maar toch even het handleidingenboekje geraadpleegd en we hebben hem ontdekt. Vergeet niet je auto op contact te zetten, anders heb je ook geen stroom op je sigarettenaansteker. En aanzet hem maar. Kom jij straks stil te staan met een lekke band, kun jij het dus ook. Alles voor de film, hè? Ja. Ja, anders klopt het niet natuurlijk. Een lekke band. Je wisselt een vrouwenband? Ja. Ja. Gaat lukken, dames. Zeker.